Goed, Ajax is dus begonnen. Witsche voor het eerst aan de bal. Tobiasen. Eens kijken of Ajax nu wel hoog tempo zal spelen en veel over de vleugels. Zodat er ook diepgang is in het spel van Amsterdammers. Rudy. Nou, Arfalatsi is het draai en daar gaat hij al. Jongen, jongen, binnen 30 seconden. Ronald Koeman met een bekeken kopbal richting Arfalatsi. In zijn draai scoren, Ajax staat op 1-0. We zijn 42 seconden aan de gang. En daar doelman. Burko, kijk, goede kopstoot, prima. Van Ronald de Boer naar die omhaal. Keeper komt er wel met de vuisten bij, maar kan die bal niet meer tegenhouden. Ajax op 1-0. Is dit een droomstart of is het het niet? Ronald de Boer komt voor. Met moeite weggewerkt. Arfalatsi rekent niet op die harde voorzet, maar het was erg goed gedaan trouwens van Witsche. Olysee vanuit stand. Zit effect aan die bal. Arfalatsi. Dacht even aan buitenspel. Wordt niet gegeven. Ajax aan de leiding met 3-0. Jota Arfalatsi. En zo gaat het hard. Dit is dat schot dat geblokt wordt van Olysee. Ja, die verdediging dacht ook aan buitenspel. Maar die bal werd natuurlijk geraakt door de speler van Maribor. Kijk hier. Hier gaat die bal erin. Blijft het bij 6-0 of krijgen we nog een zevende goal? Arfalatsi. Benny. Ja! Rommelt die bal al wat waren in. Het brengt de score op 7-0. Benny, wat dat betreft, is dus allemaal uitgekomen wat Frank de Boer 14 dagen geleden in Slovenië heeft beloofd. Terwijl we nog even kijken naar die goal van Benny. Is er daardoor die verdediging heen rommelt. Een ander woord is niet voor te vinden. Blijft in balbezit en geeft hem toch een tikje. Arfalatsi. Benny. Komt Arfalatsi nou nog aan die bal of niet? Met al dat